Dit is hier het Rood Klooster in Oudergem, aan de zoom van het Zoniewoud. Eigenlijk een heel speciale plaats met een rijk verleden. Een priorij, maar niet enkel met een religieus karakter. Er waren ook heel veel intellectuelen, geleerden, historici, theologen, die hier vooral in de 15e tot de 18e eeuw heel actief waren. In de 19e eeuw werd het zelfs een romantische plek voor kunstenaars om hier aan de rand van het bos te verblijven. Dit prachtige natuurgebied dat je natuurlijk met een wandeling tot diep in het Zoniewoud kunt verkennen.